Hallo, ik ben Mieke Doks en ik neem jou mee doorheen het klassieke voorjaar. Als communicatiemedewerkster bij Flanders Classics en renster bij Lotte Soudal Ladies zijn de klassiekers extra speciaal voor mij dit jaar. Beleef alles mee behind the scenes met Behind the Classics. Let's go! Ik ben hier nu in het centrum Ronde van Vlaanderen. En ik heb zo meteen een call met André Gruyffel over een paar tips voor de Koppenberg te beklimmen. En dan ga ik richting Koppenberg met Peter van PTM. Dus, hi André. Hoi. I need your tips and tricks for the Tour of Flanders. Do you remember the Koppenberg? Yeah, of course. You will never forget once you have done it. So do you have any tips to go up that Koppenberg? Let's say you shouldn't be focused so much on the climb. I don't know how the women race gonna be, but for the men race it's always a fight for the narrow road, but fight for that position. Je hebt twee mogelijkheden, nee, hoe je positie kan afdwingen. Je hebt de zijkanten en je hebt het midden, die van je peloton. Ik doe het midden. Ja, wel. Je kunt dat wel voelen dat er naast je heel wat aan de zijkanten wordt gedrumd zo. Dan komt er vaak heel wat in het midden opening. En dan is het kwestie van er tussen te gaan laveren eigenlijk, ja. I'm gonna take those tips and thank you for your time. Good luck with the race and enjoy the holy weeks in Belgium. Die schoenen kan ik niet de Koppenberg opbrengen. Ik moet even in mijn auto, denk ik. Dat kan toch niet? Oh. Nee, voor niet. Hier is nummer 2, jongens. Hugh, we gaan vertrekken, hè. Ik ben benieuwd. Ik heb mijn schoenen ondertussen ook terug. Dat is altijd handig. En nu gaan we richting Koppenberg. Hallo, dag Peter. Hallo. Nog een truitje aandoen van 2003, hè. Oh, amai, zalig. We zijn hier aan de Koppenberg. Eerste maal voor jullie? Ja. En? En echt ook letterlijk de eerste keer voor mij. Ik heb hem nog nooit opgereden. Oké. Maar Lotte! En de Koppenberg zelf, heb je daar specifieke tips voor van de kant kiezen of? Meestal reed ik links. Links. Ja. Maar ja. Waarom? Weet ik ook niet. Ik heb de winnaar van de Ronde van Vlaanderen eraf gereden. Yes. En? Amai. Kan dat weer lukken zondag. Laat ons hopen. Maar vooral de positie heel belangrijk gaat zijn. Net riepen iemand succes naar mij. En het doet mij wel een beetje heel zenuwachtig worden, want toen wij beseffen dat het morgen zo ver is. We trekken weer op hotel. Hi. You did the We Ride Flanders cyclo. How was it? Good. It was quite difficult. It was so good. See you guys, you're going to watch the race tomorrow? Oh, okay, you have to support me then. Good, thank you. De avond voor de ronde en ik vind dat het toch iets speciaals is. Dus daarom heb ik deze t-shirt aangetrokken. Hopelijk bezorgt hij mij een goede nacht en morgen ook een goede wedstrijd. Hallo Mieke, heel veel succes in de Ronde van Vlaanderen. Love you! Hallo! Hallo! Ja, die? Met jou? Ja, ik was kei veel wolken in Antwerpen. Ja! Oh. Maar hier ook? Ja! Maar we hebben die weken. Oké, bedankt! Merci! Goedemorgen! De morning after de Ronde van Vlaanderen. Ik kan u zeggen, het voelt niet zo goed aan. Het voelt eigenlijk alsof dat er een camion over mij is gereden. Het algemene gevoel na de Ronde van Vlaanderen is wauw. Zoveel supporters langs de weg. Ongelooflijk. Ik heb er jammer genoeg niet zo heel veel van kunnen genieten tijdens de wedstrijd zelf. De Molenberg stond ik te voet. En dan de Koppenberg heb ik ook een kleine wandeling moeten maken. Dus helaas is de voorbereiding die ik samen met Peter van Petegem heb gedaan een beetje
in het water gevallen. Maar al bij al, ik heb de finish gehaald en daar ben ik wel heel blij om. Wat een winnares. Ik ben eigenlijk echt super blij voor Lotte. Fantastisch wat zij hier heeft laten zien. En ik denk dat dat weer een fantastisch goede stap in de richting voor het Belgische vrouwenwielrennen is. Vond je deze vlog leuk? Like dan deze video en abonneer op het Vlaams Classics kanaal.